zoekingen. Nu een vraag van de luisteraar. WNL Misdaadlijn. Via de WNL Misdaadlijn kun je zelf je verhaal delen of onze onderzoeksredactie vragen stellen. Deze keer is de vraag: waarom zijn waardetransportbusjes zo herkenbaar? Dus waarom vervoeren ze geld niet in anonieme wagens? En Sandra, toen ik dit hoorde, dacht ik, ja, inderdaad, dat staat altijd met die grote letters erop, waardetransport. Waarom is dat? Ja, het ministerie van Justitie en Veiligheid eist van de waardetransportbedrijven dat de voertuigen aan alle kanten worden voorzien van het woord waardetransport. Dus dat moet gewoon. Exact. En op het dak moet ook een nummer worden aangebracht. Nou, wij hebben hierover gesproken met Ron Mater. Hij is algemeen directeur van VTS. En hij vertelde waarom dit nu eigenlijk moet. Een transportbedrijf, hè, VTS. Nou, ja. Hij vertelt het. Het heeft te maken met de ontheffing die de voertuigen hebben om op plaatsen te rijden of te parkeren waar gewone voertuigen niet mogen rijden of parkeren. Op trottoirs, de winkelcentra, fietspaden. Overal eigenlijk, we mogen ook gebruik maken van vluchtstroken, mocht er grote files staan. Als de omgeving bij ons een lekker boom is, dan wordt ook gelijk de politie erbij gehaald. Die zorgt voor de bewaking van het voertuig. Daardoor moet je herkenbaar zijn. En de inhoud en alle systemen die aangebracht zijn, die zorgen voor de veiligheid. Alarmknoppen, tracking en tracing, voertuig op afstand stilzetten enzovoort. We hebben wel het dat we naar een locatie moeten gaan. En dan, ja, dan staan er toch wat mensen waarvan we denken van, rijden we maar een stukje om. Dan staan ze er de afgelopen tijd nog steeds. Ja, dan gaan we samen met de politie gewoon naar binnen. En vervoeren de waarde in speciale veiligheidskoffers. Die zodra een calamiteit optreedt. Die hier ook grotendeels beschadigd van 90%. Ja, dan wordt waarde, zegt hij, beschadigd. Dus dan ga ik even uit van geld bijvoorbeeld. En dat wordt dan beschadigd door zo'n plofkoffer. Wordt dat dan ook nog vergoed? Ja, het waardetransportbedrijf kan het beschadigde goed inleveren. En ze krijgen dan ook het geld vergoed van de bank. Maar de overvallers kunnen er eigenlijk niks mee. Omdat dat is mooi. Ja, omdat het patroon, dat is afgegaan, het geld beschadigt. En als ze daarmee aankomen bij de bank, ja, dan wordt dat natuurlijk niet aangenomen. Toch even, toch Jaap van de politie. Het klinkt natuurlijk in eerste instantie toch wel vreemd. Hè? Dat het, nou ja, het, inderdaad, dat je denkt: goh, waarom staat dat er nou zo op? Maar is het dus heel logisch dat het op die manier juist goed in de gaten gehouden kan worden? Ook met die nummers zo bovenop die busjes? Ja, nou ja, zoals je net zelf al aangaf, dat denk ik wel. Want je ziet ook gelijk wanneer er fout gaat, zeg maar. Oké, dan kun je ook wel gelijk direct op inzetten en ingrijpen. Ja, dan weet je juist dus op dat moment: het gaat ook echt om iets wat, nou ja, waar heel veel waarde, geld of goud in zitten, Sandra, want het is nog niet zo heel lang geleden gebeurd. Nee, nou ja, in april van dit jaar nog in Schiedam, toen verdween plots een waardetransport. De auto werd dezelfde dag nog door de politie teruggevonden, maar dan zonder bestuurder en zonder het goud. Er werd uiteindelijk een 19-jarige man opgepakt en hij is inmiddels weer vrij, maar nog wel verdachten. En het is nog altijd een raadsel waar dat goud is gebleven. Dat is wel een mysterie, ja, waar dat goud is. Ja, en het gebeurt vaker, hè, toch wel? Het gebeurt zeker vaker. En ik moet je zeggen, John Molenaar, die je zojuist hoorde. De magneetvisser. Exact. Die is op dit moment aan het zoeken naar, nou ja, wapens gerelateerd aan een roofoverval op een waardetransport. Dus ja, het gaat maar door. Het gaat maar door. Nou, heb je ook een vraag of wil je verhaal met ons delen, dan kan dat via onze misdaadlijn. Ga dan even naar wnl.tv/WhatsApp voor het nummer. En dat kan natuurlijk ook via de NPO Radio 1.